Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Martin Sommer en ik ontvang vandaag als gast Frits van Oostrom. Frits. Dank. Ik zal natuurlijk toch iets zeggen over Frits van Oostrom. Hij heeft voor de vakantie, wanneer was het precies? Hangt er vanaf wanneer je met vakantie gaat, maar 12 mei, toen 12... ik afscheid nam van de universiteit. Dat viel samen met de publicatie van Reinhard. Ja. Hij heeft dus afscheid genomen van de universiteit als universiteitshoogleraar in Utrecht. Hij heeft tegelijkertijd deze pil gepubliceerd. En ik mag wel zeggen dat ik, ofschoon ik zelf geen bijzondere band heb met Reinhard of het Middel-Nederlands. Ik heb het met open mond van A tot Z gelezen en ik weet dat ik niet de enige ben. Frits van Oostrom heeft een prachtig oeuvre bij elkaar geschreven. Als voorlaatste boek was Nobel Streven. Daar heeft hij de geschiedenisprijs voor gekregen. Hij heeft over Maarland geschreven, ook een veel gelezen en verkocht boek, wat best bijzonder is voor toch zo'n gespecialiseerde hoogleraar. Maar hij heeft nog veel meer gedaan, daar gaan we het allemaal over hebben. Hij was een geëngageerd universiteitshoogleraar, heeft zich ingezet ook voor een breder onderwijs dan alleen het specialisme. Hij heeft de kanon voor het geschiedenisonderwijs, voor het basisonderwijs, heeft hij gemaakt in 2006. En hij heeft zich eigenlijk nog tot in zijn slotrede aan toe ingezet voor het Nederlands als voertaal aan de universiteit. Daar gaan we het allemaal over hebben. Dus er is ruimschoots stof voor een mooi gesprek. Maar we beginnen uiteraard met dit prachtige boek. En ja, ik heb dat met ontzettend veel plezier gelezen. Het is niet alleen het is eigenlijk voor een deel een autobiografie. Het gaat ook over de loopbaan van Frits van Oostrom zelf. Zijn eerste fascinatie voor Reinhard. Het gaat over de tekst uiteraard. En het is eigenlijk ook een geschiedenis van een volkscultuur. En uiteindelijk zit er ook nog een nieuwe tekstuitgave van de Reinhard zelf bij. Het is van een ongelooflijke weelde en rijkdom. En eigenlijk is mijn eerste vraag, naar aanleiding van mijn eigen plezier om het te lezen, waar komt het plezier van het schrijven vandaan? Want het komt toch eigenlijk, mag ik wel zeggen, steeds minder voor dat je zo'n boek, wat toch veel mensen vreemd is, een vreemd onderwerp, dat je dat openslaat en niet minder dicht slaat voordat je het uit hebt. Het plezier van het schrijven noem je. Laat ik heel eerlijk zeggen, het schrijven als zodanig vind ik niet een hele fijne activiteit. Het kost me, de schijn is tegen me, maar het kost me moeite. Ja. En zo'n boek, daar komen ook een aantal versies van. En die verschillen behoorlijk van elkaar. En hoeveel versies? 4. En die heb je ook allemaal aan de uitgever? Nee. Die hou ik onder mij. En dan de derde versie, die gaat naar een externe redacteur, Achie Langendijk. En dat heb ik ook met eerdere boeken zo gedaan. En ik zeg tegen haar eigenlijk, ga er maar van uit dat het vakmatig allemaal klopt. Ja. Dat is overigens niet zo, maar dat is dan op dat moment niet mijn eerste zorg. Maar wel de vraag naar hoe is het voor een lezer? Mm-hmm. Hè? En dan zijn er 2 hoofdcriteria bij mij altijd heel simpel, zeg ik ook tegen studenten. In de allereerste plaats helder. Ik bedoel, als het niet helder is, dat geldt ook voor het simpelste papertje wat een student schrijft. Ja. Dan zijn we eigenlijk uitgepraat. Dus dat is 1. Maar 2, mag het zijn ook boeiend. En vooral dat ook is toch ook wel een kunst. Omdat, zoals je zegt, het is eigenlijk vrij gespecialiseerde materie. Ja. Bovendien, dat schijnt in de marketing, dat hoorde ik ooit, dan maken ze onderscheid tussen need to know en nice to know. Nou, dit vak, deze materie, de Reinhard, is need to know voor een vrij beperkte groep.
Mm-hmm. Laten we zeggen een paar honderd serieuze medio-Nederlandici. Ja. Maar nice to know is het op in ieder geval potentieel voor een hele grote groep. En dat is eigenlijk mijn hele Officieel is dat een bedrijfsgeheim, maar zo richting de 15.000. Nou, dat is toch ongelooflijk. Dat is ongelooflijk veel. Ongelooflijk. Ongelooflijk veel. En dat gaat ook nog wel een tijdje mee, want dat is dan wel weer het fijne natuurlijk. Dat zo'n boek, het is niet zo dat het over 2 jaar geheel verouderd is. Ja, maar het is dus voor jou ook, vind ik ook wel een geruststellende gedachte eerlijk gezegd, 96% transpiratie. Zeker. En 4% inspiratie. Ja, ja. Transpiratie overigens wil ik er ook meteen bij zeggen, in de allerbeste omstandigheden. Hè. Ik kreeg van de universiteit, ben nu net met de emeritaat, maar ik kreeg volledige vrijheid in het kiezen van mijn eigen werk. Ja. Ik hoefde heel weinig bureaucratie te doen. Dat had ik allemaal, wat voor veel mensen aan de universiteit vandaag de dag een behoorlijke belasting is, had ik allemaal geen last van. Mm-hmm. Dus ik kreeg ook de ruimte en de tijd, vooral ook de tijd. Ja, want en ook budget. Hier heb je vijf jaar gewerkt. En in wezen, die Reinhard is natuurlijk al veel langer bij je. Je zei het al, dus al heel vroeg eigenlijk. En als je mijn vak beoefent, dan is de Reinhard nooit ver weg. Dat is gewoon het erkende meesterwerk van de Middel-Nederlandse. Maar wat moet ik me voorstellen bij die 5 jaar? Want ik weet dat je daar in dat schrijfhuisje in jouw tuin zat. Met die dubbele beglazing. Maar was dat 3/4 van je tijd die je mocht besteden? Ja. Of moest je... Ja, je gaf ja 3/4 is denk ik een redelijke schatting. Ja, ja. Ja, 3/4 is redelijk van een flinke werkweek. En ik ben dan zo iemand die altijd heel vroeg begint. Ik vind altijd heel frappant, even terzijde. Ik heb de indruk dat non-fictieschrijvers vaak heel vroeg beginnen. Huizinga is een beroemd voorbeeld. Ja, hoe laat begon die? En die contrasteer ik dan altijd met W.F. Hermans. Ja. Die begon, naar verluid, altijd pas 's avonds laat. Ja. En met name dat laatste van Hermans kan ik eigenlijk heel goed begrijpen. Dan had hij de dag weer doorlopen. Dan had hij al die afschuwelijke mensen aan wie hij zijn hekel weer helemaal meegemaakt. Dan was hij helemaal opgeladen om zijn haat tegen de wereld en de mensheid er weer eens uit te gooien. Maar als non-fictieschrijver begin je toch liever even fris. Ja. En zonde. Dus ik begon 's ochtends om 6 uur met schrijven. Ja. En dan is er nog een ander ding, dat zul je trouwens ook herkennen. 8 uur schrijven op een dag, dat lukt niet veel mensen. Nee. Maar lukte het jou? Nee, eigenlijk niet. Ik ben op een gegeven moment, dat had ik ergens gelezen, en ik dacht, ja, dat is eigenlijk wel een goede aanpak. 2 uur op, 2 uur af. Ja, ja. Dus van 6 tot 8. En dan van 8 tot 9:30 deed ik even iets anders. En dan van weer 2 uur en zo. Ja. En dan s'avonds was het kaarsje meestal ook op. Ja. Maar goed, dan... nu hebben we gehad... Schrijven is moeizaam. En het is toch wel flink werken. En het hoofd moet kraken. Maar niettemin, jij slaagt erin een reeks van boeken te schrijven die een breed publiek aanspreken. Mm. Je hebt die ambities, zoals je net uitlegde, helderheid en aantrekkelijkheid. Maar ik moet zeggen, en dat zal toch ook wel je eigen constatering zijn, dat je toch een witte raaf bent daarin. In dat wetenschappelijke veld. Ja, nou, er zijn nog wel een paar, maar het is niet heel veel, dat klopt. En dat begint er al mee, denk ik, dat die omstandigheden die ik net schetste, die hebben niet zoveel mensen. He, dus ik ga helemaal niet doen alsof het alleen maar een kwestie van omstandigheden is. Natuurlijk moet je ook wel talent en inzet meebrengen. Maar dat is toch wel degelijk een factor. He, wie heeft er nog de tijd en de energie om jarenlang aan een boek te werken? Maar was dat dan vroeger ook de beslissende factor? Want een van de dingen die ik tegenkwam in het boek en die ik ook wel aantrekkelijk vond, waren jouw voorgangers die zich met de Reinhard hebben ingelaten. Jij noemt Lulofs en Hellinga, ik noem een paar namen, die mij verder ook overigens niet zo gek veel zeggen. Maar wat eruit spreekt is een grote inzet en toch ook wel een zekere durf om dingen op te schrijven. Ja. En ik denk toch ook wel dat je bij hun, maar weerspreken als het niet zo is, dat je die aantrekkelijkheid toch ook wel terugvindt. Van, kijk eens wat... zoals je zelf zegt, het waren leraren die iets... Ja. Die iets wilde overbrengen. Ja, zeker. En dan kom je ook weer ook wel een beetje op de neerlandistiek. Kijk, ik denk, en dat gold zeker ook voor mij,
vrijwel niemand gaat Nederlands studeren voor de middeleeuwse literatuur. Ik bedoel, als je 17, 18 jaar bent, dan is het de moderne literatuur die je het meest aanspreekt. Dat had ik ook. Hmm. Hè? In die studie zit het dus vol, zo'n collegezaal, of dat was in ieder geval in mijn tijd zo, met mensen die helemaal voor die moderne letterkunde gingen. En de mensen die moderne letterkunde gaven, waren dus bijna geneigd om een klein beetje de overloop van studenten te temperen en ze vooral even heel stevig beet te pakken en niet te denken dat het alleen maar ging over het verkondigen van hoe mooi de geschriften van... En iedereen wilde zelf ook schrijver worden. Precies, dus dat we dus dat ook altijd een beetje, zeker aan bepaalde universiteiten speelde dat wel een rol. Daartegenover, die mensen die historische letterkunde gaven, dat waren standwerkers. Want als die niet heel erg hun best deden, dan kwam er niemand. Er kwam er niemand. En dat is in onze vakken eigenlijk altijd zo gebleven. Dus je hebt inderdaad, nou ja, Herman Pleijer ook een voorbeeld, maar ik zou hem nog een heel stel kunnen noemen. Ja. Echt van die mensen die de hele tijd, ik doe dat zelf ook, aan het roepen zijn van er is eigenlijk niks mooiers dan middeleeuwse of 17e-eeuwse letterkunde. Dat zit heel diep in die vakken, die zendingsdrang. Ja, maar dat zit ook in. Ik ben daar zelf in zekere zin ook door bekoord geraakt, al heel snel in de studie. En ik ben dus eigenlijk nog steeds bezig om mijn eigen verrassingen over die middeleeuwse literatuur, die zo ver weg is. Ik bedoel, de Reinhard is 750 jaar oud. En we kunnen het erover hebben alsof het een moderne roman is. Ja. En nou geldt dat ook bij uitstek voor de Reinhard, dat maakt het ook zo uniek. Maar om dus mijn eigen verrassing daarover, die veel groter is dan mijn verrassing bij het lezen van moderne literatuur, want dat is helemaal je eigen wereld, maar om die verrassing over te dragen op de lezer. Ja, maar er is ook iets bij jou, maar ook bij die voorgangers wat ik inlas, een zekere vrijmoedigheid, een zekere durf ook om iets te beweren. Ja. En ook wel een soort, hoe moet ik het zeggen? Ik bedoel, het is gewoon pret. Wat eruit spreekt. En dus wat ik nu verwacht is een dissertatie over het begrip gender bij Reinhard. Ja, dat is helemaal niet uitgesloten. Nee, dat maar dat zal wel een humorloos boek worden. Ja, maar nou, noem jij ook even dissertatie. Dat is nog weer even een apart humorloos woord, natuurlijk. Bedoel je? Nou, in ieder geval een proefschrift. Het heet natuurlijk ook niet helemaal toevallig zo. Op het niveau van een proefschrift word je meestal nog wel geacht om een beetje binnen de lijntjes te kleuren. Hè? Je laat zien dat je een vak beheerst. Ja. Dat is in alle vakgebieden is dat eigenlijk zo. En dan zie je wel dat later, als men dan eenmaal van het examen doen verlost is, hè, dan kan je iets meer permitteren. En het is ook niet toevallig dat ik mij pas in dit boek die hele persoonlijke kant heb gepermitteerd, die ik in eerdere boeken, ook in Marlands Wereld, daar komt het hele woord ik in de zin van Frits van Oostrom helemaal niet in voor. Mm-hmm. Het is even dik, zelfs dikker dan de Reinhard. Hier dacht ik, ja, nu ga ik het toch een keer opschrijven, waarom ik, ook omdat ik het belangrijk vond om bij het scheiden van de markt toch nog eens even goed te markeren waar ik zoveel aan te danken heb en wat daar denk ik heel goed aan was en wat we misschien ook een beetje moeten vasthouden of zelfs terughalen omdat het onder druk staat. Nou ja, al die dingen, dat zou ik in een proefschrift natuurlijk nooit hebben gedurfd. Ik in ieder geval niet. Er zijn wel een paar mensen die wel dat soort proefschriften hebben geschreven. Mm-hmm. Maar die lopen dan ook altijd tegen de grenzen op van wat een beoordelingscommissie nog passabel vindt. Heb jij zelf het idee dat je inderdaad hier pas in je laatste, ik neem aan dat er vast nog wel boeken komen, maar in dit laatste boek als ook leraar, dat je een zekere grens of zekere durf daar hebt getoond. Ja, ja. Ja, meer dan in eerdere boeken nog. Niet zozeer vakmatig, maar wel dat verhaal over die gang naar dat vak, door dat vak heen, mijn persoonlijke opinies ook. Hier zit eigenlijk alles in ik wil niet zeggen alles wat ik te beweren heb, maar het scheelt niet veel. En ik hoef hierna inderdaad ook geen autobiografie meer te schrijven. Natuurlijk heb ik ook nog een eigen leven gehad en met kinderen en noem het allemaal maar op. Ja. Maar zo bar interessant is dat niet. Wat mijn leven interessant maakt, denk ik, is dit. Ja, maar laten we dan iets meer naar de inhoud van het verhaal. Want de middeleeuwen, het is aan de ene kant ver weg, maar eigenlijk wat jij voortdurend laat zien in het hele boek is dat het dichtbij is en toch wel vrij direct
te begrijpen door ons. Hè. Ik herinner me dat anders je ook bij je afscheidscollege nog een paar regels hebt voorgedragen. Hè, om maar te laten zien, dit is voor ons direct aanraakbaar. Ja. Betekent dat het ook dat jij direct zelf te maken hebt gehad in dat schrijfhuis met een soort van historische sensatie? Ook het gevoel van die middeleeuwen, het is eigenlijk heel dichtbij. Ja, nou, dat begrip historische sensatie, wat nu bij Huizinga vandaan komt, dat wordt vandaag de dag wel vaak gebruikt en ook wel een beetje erg losjes gebruikt. Als je dat bij Huizinga naleest, dan ziet hij dat toch in een hele specifieke zin. Niet als een soort permanente gemoedstoestand, maar als zeldzame momenten in de loopbaan van een historicus, waarbij je echt het gevoel hebt dat je het verleden helemaal vast hebt en er zelfs helemaal in opgaat. Het zit aan de rand van de mystieke ervaring bijna. Nou, in die zin zou ik me ook geen voorbeeld weten te herinneren uit mijn eigen loopbaan. Of nou, moet misschien diep nadenken, misschien dat ik één of twee toch zou kunnen weer terughalen. Dus dat is zeldzaam. Maar laten we zeggen, is een historisch besef, dat al in de allereerste plaats. Maar ook een versmelting, hè? Zou men in de ouderwetse hermeneutiek zeggen. Ja. En dan bedoel ik helemaal, ik maak me geen illusies, hè? We weten van de middeleeuwen 5% of zo, ik noem maar wat. Mm-hmm. En ik zou het zelf in de middeleeuwen ook maar heel kort volhouden, denk ik. Ik bedoel, het zijn immense afstanden. Maar het is wel zo, dat is denk ik ook wel een factor. Ik zoek die middeleeuwers natuurlijk op in hun taal, hè? Het gaat bij mij altijd om die literatuur, dat Middel-Nederlands. En dan is het toch altijd wel frappant, wat je dus ook als ervaring had toen ik daar wat uit visiteerde, dat het eigenlijk verrassend herkenbaar is en heel dichtbij komt. Zoals ik in het algemeen wel denk, als je met mensen in gesprek gaat, dan komen ze je toch altijd wel nabij. Mm-hmm. En dat kan zelfs over die grote afstand wel zijn. Dus niet elke historicus zal daar overigens zo over denken. Hè? Je kan ook een enorme lijst opmaken van immense verschillen. Maar jij bent in je werk natuurlijk gewoon ook iemand die het zo dichtbij mogelijk haalt. Haalt, dat is jouw activiteit. Ja, hè? En dan zijn er twee methoden. Dus je haalt die, je gaat zelf naar die mensen toe, probeer je, en te begrijpen. Ook mensen, om maar eens iets te noemen, iets belangrijks. Ik ben persoonlijk niet gelovig. En ik heb toch heel wat geschreven ook over religieuze middeleeuwse literatuur. Dan moet je toch je best doen om je daarin in te leven. Nou, op dat gebied verbeeld ik me al helemaal niks. De mystieke ervaringen van Hadewijch en zo en de visioenen, die blijven heel ver van mij afstaan. Maar je kan toch je best doen, denk ik, dat is een vak, om daar iets van te begrijpen. Ja. Dan word je gelukkig ook geholpen door voorgangers. Voorstellingsvermogen speelt een rol. Ja, vandaar dat ik ook 's ochtends vroeg begin, weet je. Dan zit ik nog niet vol met mijn eigen occupaties. Bij wijze van spreken. Maar bijvoorbeeld, je bent ook niet bang in dit boek. En ik meen te me herinneren, jouw vorige boek over Nobelstreef evenmin. Om in zekere zin ook te speculeren. Van wat kan er door iemand heen gegaan zijn? Wat kan er, op een gegeven moment pas ik mee op. Heb je Willem, wie is nou die Willem? Ja, en profiel. Is het een mogelijke tegenstander geweest van jouw andere hoofdfiguur van Maarland? Ja, klopt. Maar dan zeg je er zelf bij, dit zijn zulke tegenstrijdige figuren, maar mogelijk heeft het voor iets groters gestaan. Ja, toch dicht bij elkaar. Partijstrijd. Verkerend, zeker, zeker. Dus inderdaad, in al mijn boeken wordt ook wel gespeculeerd. Dat is denk ik, dat is wetenschap. Ook nadenken over wat je nog niet weet en de grenzen daarvan opzoeken. Dat is punt 1. En punt 2 is, dan komen we weer even op dat schrijven, die lezer terug. Ik neem die lezer ook wel serieus. En ik denk dat lezers dat ook wel interessant vinden om iets van die ontdekkingstocht, je kunt het heel pathetisch zeggen, maar zo bedoel ik het helemaal niet, maar om dat mee te maken en mee te denken. Yeah. En dat kan ik nu ook merken aan dat is grappig van schrijverschap in deze tijd. Ik ben goed vindbaar via het internet. Ik krijg ongelogen elke dag nog mails over dit boek.
En die hebben heel vaak dezelfde vorm. Ook bij eerdere boeken was dat zo. Ik heb zeer genoten van uw boek. Wat is dat toch knap? Wat is dat een mooi vak? Wat weet u toch veel? Alleen op bladzijde 252. Eén dingetje. Blijkt u toch even niet het fijne te weten van de bijenteelt. Ja. Ik ben namelijk zelf al mijn hele leven imker. En ik had u dus kunnen vertellen dat... Nou, die mensen hebben altijd gelijk. Ja. Gelukkig kan je nu een website naast het boek maken met aanvullingen en correcties. En daar besteed ik ook zorg aan. Voor de Reinhard heb ik al een hele hoop klaar liggen. Ik moet het alleen nog plaatsen op het internet. En dan met nette bedankjes aan al die mensen die mij correcties sturen. Ja. Dat is het ene type. Maar er zijn dus ook mensen die zijn echt gaan meedenken over bepaalde problemen. Ja. Die komen met eigen suggesties. Ja. En dat is toch heel mooi om te zien dat je mensen daar ook in kunt prikkelen. En dan hebben ze zelf dat nice to know. En zijn er ook vakgenoten, de specialisten die eigenlijk precies het omgekeerde doen en zeggen, ja, maar Van Oostrom, jij haalt die Reinhard veel te dichtbij. Je moet juist afstand nemen en juist onderstrepen dat wij van die middeleeuwen toch eigenlijk wel heel erg... Kijk, het is natuurlijk niet alleen maar Herman Pleij bij De Wereld Draait Door. Nee, je kunt bij mij ook helemaal niet omdraaien. Want je gaf net een heel mooi beeld van dat boek. Maar laten we niet vergeten, er zitten ook, ik weet niet meer, misschien zo'n 60 bladzijden, aantekeningen in. Hè. Dus vroeger zou dat als voetnoten zijn gepresenteerd. Ja. Dat doe ik dan niet als voetnoten, omdat je dan de mensen wel heel erg het gevoel geeft van dit is niet een boek voor mij, dit is een wetenschappelijk boek. Maar nou zitten ze achterin, kan je dus helemaal ongelezen laten. Maar ik heb zelf wel heel veel zorg aan die aantekeningen besteed. En dat is een heel fijn weefwerk waar per alinea eigenlijk wel verantwoording wordt afgelegd. Precies, dus je kunt het meedenken speelt zich in hoge mate af. En het discussiëren met vakgenoten. Ja. En nu komen natuurlijk ook, hè, er gaat altijd even wat overheen, maar komen de recensies van collega's los. En natuurlijk schrijven die van, zijn visie op Grimbert de Das is misschien toch een beetje scheef, want zus en zo. En argumenten. En ja, daar heb ik ook plezier in, moet ik je eerlijk zeggen, dat debat voortgaat. Gelukkig, zolang ze blijven schrijven, ik ben het er niet altijd mee eens, maar het is wel een heel mooi boek. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel voor mij belangrijk. Ja. Ik moet nou opeens aan denken dat toen bij een vorig boek Stem op Schrift was dat of zoiets. Dat zou gaan verschijnen in 2006. En toen had ik een groep studenten in die periode ook. En ik was, zoals hier ook weer, echt wel gespannen over de ontvangst van zo'n boek. Want je steekt er vreselijk veel energie in. En voor hetzelfde geld ben ik altijd bang voor. Het is geen coquetterie dat iemand schrijft, hij heeft mooie boeken gemaakt, alleen deze keer niet. Nou, enfin, bij Stem op Schrift was het dus ook weer zover. Een soort overtuiging in dat je in dit geval... Nee, dit is ook... Nee, het is heel moeilijk in te schatten. Zelfs met behulp, zelfs na mijn externe redacteur. Ja, ja. Hoe dat overkomt op iemand die gewoon begint. Jouw innerlijke onzekerheid. Ja, oké. Maar die misschien ook maakt dat je een beetje extra je best doet. Ja. Of laten we het maar positief formuleren. Als op in plaats van... Ja, precies. Precies. Nou ja, als ik op schema achter lig, dan sta ik nog een uurtje eerder op. Dat is zo. Maar goed, ik zei toen tegen een groep studenten ook weer zoiets van dat ik zenuwachtig was over hoe dat zou vallen en zo. En toen, en dat is ook zo typerend voor deze tijd, dat waren schattige studenten. Dus die zeiden tegen mij, waarom maakt u zich daar eigenlijk zo druk over? Het is toch eigenlijk alleen maar belangrijk wat je er zelf van vindt. Mm-hmm. En toen zei ik echt, jongens, nu is er echt een hele grote... Stel je voor, een keeper van het Nederlands elftal, die laat er 7 door. Ja. En die komt van het veld en zegt, ik voel eigenlijk wel aardig. Ja, sorry, dat kan je wel vinden, maar dat is niet zo. Ja, ja. En zo is het in de wetenschap ook. Wat dat betreft, overigens, om er maar weer eens iets anders bij te halen, vind ik dat tamelijk stupide. Tellen van citaties, wat in ons vak overigens niet gebeurt. Wij hebben geen citatieindex. Maar op zichzelf, hè, vind ik dus, hoe meet je de kwaliteit van wetenschap en van een wetenschapper? Nou ja, ik heb natuurlijk bij de KNW gezeten, heel veel in dit soort discussies. En in heel veel vakken is een van de parameters, hoe vaak word je geciteerd? Ja, ja. Dat kan tot hele stupide perversieën leiden en allerlei misbruik en hele ongezonde obsessies. Maar in de kern vind ik het niet verkeerd. Hm. Want wat is nou kenmerkend van of iemand betekenisvolle wetenschap verricht, zou ik zeggen, dat is of dat andere wetenschappers wordt zeggen... Wordt je gezien. Want dat is een al te goed bewaard geheim, maar 60% van de wetenschappelijke artikelen wordt helemaal nooit geciteerd. Mm-hmm.
Ja, ik vind dat lastig, want ik kom bij de krant vandaan. Ja, nou, daar heb je het ook, ja. En tegenwoordig het aantal kliks. Ja. Ik ben ik helemaal zichtbaar. Ja. Oh, sommer, nou, ja. 5 kliks deze week. Moet je... Ja. Zou je er niet wat meer seks in stoppen? Want, ja. Nee, ik weet het. Ik hoorde... Gaat de seks met Maxima, is, hè, dat ja. De nee. boven? Nee, dat, ik hoorde ook dat er dus bij kranten, en niet bij de geringste krant, ik geloof zelfs bij New York Times of zo, dat daar in het redactielokaal of zo, waar weet ik hoeveel 100 redacteuren zitten, dat daar een soort aandelenscherm hangt. Ja, ja. Real-time kunnen zien hoeveel tijd wordt aan een stukje A, B, C besteed. En dit vertel... Ik weet dit omdat dit geciteerd werd in een interview met Robert Caro. Ken je die? Dat is van, zeker. Ja, precies. Ja. Tuurlijk ken jij die. Nou, dat is ook een van mijn helden. He, dat is ook niet toevallig natuurlijk. Nee. Man ook al heel lang bezig. Daar kan ik nog 3 keer in. Ja. Ook op dit moment. Nou ja, hij ligt nu even te slapen, maar straks staat hij weer op. En dan begint hij weer ook om 5:30. Aan deel 5 van zijn driedelige biografie van Lyndon Johnson. Ja. En die komt ook uit de journalistiek, oorspronkelijk. Ja. En jonge journalisten vertelden hem hierover. En toen was hij helemaal geschokt. Hij zei, dit is het allerergste wat ik ooit heb gehoord. Ja. Dat je als journalist op die manier zou worden... Maar dat betekent natuurlijk ook dat je eigenlijk een kleine winkelier bent geworden. En dat je dus ook je eigen PR moet doen. Geldt ook Dat was vroeger ook zo. Hè? Alleen het viel veel minder op. En ik vind ook, hier zitten excessen in. Hè? Dus de self-fashioning en zo, dat kan hele zorgelijke vormen aannemen. Maar ook Huizinga, daar hebben we hem weer. Ook hij reisde wel achter zijn boeken aan om er aandacht voor te vragen. Ja. En waarom ook niet? Hij had wat te brengen. Nee, ik ben dat met je eens. Ik bedoel, als je iets maakt, dan kun je ook je best doen om het aan de man te brengen. Maar als je de hele tijd een chef in je nek zit te blazen, die zegt van je moet zorgen dat je vaker geciteerd wordt, dan kan het een hele neurose. Ja, bij sommige wetenschappen is het ook zover. In de wetenschap, net als bij de krant, er zijn natuurlijk ook hoeken en gaten die niet zo aantrekkelijk zijn. Dat klopt. En, dat klopt. Die toch gedaan moeten worden. Ja. En dat is ook heel erg belangrijk. Over de cao's moeten stukjes geschreven worden. Ja, zeker. Worden. Dus, want die zijn ook heel belangrijk. Ja. En dan komen we ook weer terug op dit boek. Ik bedoel, dit is een nou ja, hè, daar ga ik toch maar af op de oordelen. Het is een zeer leesbaar, boeiend boek over een interessante tekst. Enzovoort gaan er veel van over de toonbank. Maar dat boek is alleen maar geschreven kunnen worden, omdat daaronder een fundament ligt van wetenschappelijk werk, nou bijvoorbeeld van Buller, wat je nu niet met goed fatsoen meer aan Jan en alle mannen zou uitdelen om te lezen. De kern van wetenschap is natuurlijk niet dit. Het is misschien de kroon op wetenschap, als ik het even heel gezwollen mag zeggen. Maar de kern van wetenschap is natuurlijk niet 90% transpiratie, maar 100% transpiratie. Dat is de bijna compromisloze toewijding aan, groot woord, de waarheid. Ja. Hoe zit het in die oorkonden? Ja. Hoe zit het met voornamen in 13e eeuws Vlaanderen? Wat allemaal uit te zoeken is. En waar je dan meestal vrij saaie publicaties over krijgt. Maar die het mij toch mogelijk maken om te kijken van die voornaam Willem. Kwam die eigenlijk veel voor? Dan doe je jezelf denk ik toch tekort. Want ik de kern van de wetenschap is... Het vinden van feiten, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, de waarheid, dat geloof ik nog wel steeds. Dat zijn niet alle humanisten. Nee, maar de kern van wetenschap is natuurlijk net zo goed. En dan komen we eigenlijk op het tweede onderwerp waar ik graag met je over wil spreken. Is natuurlijk ook overdracht. Ja. En de geschiedenis van de universiteit is twee dingen. Is het achterhalen van de waarheid en het overdragen daarvan aan een volgende generatie. En, absoluut waar. En voor de universiteit is zelfs dat laatste, denk ik, nog het allerbelangrijkste. Als je alleen maar dat eerste wil, dan kan je ook bij TNO gaan werken of in een puur onderzoeksinstituut, of Meertens instituut. Dan hoef je misschien niets anders te doen dan onderzoek. Nee. Zodra je aan de universiteit gaat zitten, even afgezien van een paar uitzonderingsgevallen misschien, maar dan geef je les. Ja. En dan is die overdracht aan een nieuwe generatie het allerbelangrijkste. Nou ja, en dan komen we aan wat jij vertelde ook in, en ik geloof dat het hier ook weer in staat, maar je vertelt het in ieder geval in je afscheidsreden. Wat ik onthield was de kreet, de leraar is de methode. Ja, dat denk ik nog steeds. En daar, je besteedt ook aandacht aan de mensen die jou enthousiast hebben weten te maken voor dat vak. En dat was geloof ik om te beginnen je leraar op de middelbare school. Ja. Die,
die zijn leerlingen serieus nam en die, geloof, ook de eerste was die jou met Reinhard in aanraking kwam? Althans in het Middel-Nederlands. Daarvoor had ik het als jeugdboek in de navertelling gelezen, zoals heel veel mensen. Maar uiteraard niet in het Middel-Nederlands. Ja. En die liet toch daarbij ook al iets zien van de problemen die je in de Reinhard tegenkwam en de analyse die je daarop kon toepassen. Ja. Dat was heel erg mooi. Hij gaf meneer De Zoete geweldig les over moderne literatuur. Daar heb je die moderne literatuur weer. Dus we hadden Reven en Vestdijk en Nijhoff. Nou, prachtig als je daar een beetje gevoelig voor bent. Dat ging helemaal zinder in die klas. Toen kwam daar opeens die middeleeuwse tekst. Daar zat eerlijk gezegd niemand op te wachten. Mm-hmm. Maar zoals hij daar les over gaf, werd dat gewoon literatuur zoals Vestdijk of Moelis dat ook was. Waar je ook een beetje over op kon kluiven, waar je over kon discussiëren van wat wil de schrijver hier nou precies zeggen? Wat is er goed aan? Wat is er eventueel wat minder goed aan? Maar hij zocht vooral de goede voorbeelden, zoals ik ook nog steeds voorkeur heb voor het goede voorbeeld. Daar dank ik ontzettend veel aan. En die uitspraak, de leraar is de methode, die is van Poelhekken uit 1907... Maar ik denk nog altijd dat dat waar is. En als ik nog wel eens, af en toe doe ik dat wel eens bij lezingen of zo, dat ik mensen vraag, wat zijn nou goede onderwijsherinneringen? Ik heb nog nooit gehoord dat iemand zei, oh, we hadden zo'n mooi boek voor biologie. Ja. Nooit. Ja. Maar wel, ik had zo'n geweldige leraar biologie. Ja. Ja. En dan... En is dit nog... En ook in op de deze universiteit. Tijd, je hebt het in zekere zin toch ook als een soort strijdkreet. Ja. Gebruik. Appel, er is toch wel het een en ander aan de hand, denk ik, ook aan de universiteit. Ja. Ja, dat is niet makkelijker geworden. Kijk, het is natuurlijk schaalvergroting. Dat is toch een factor. Ja. Dat is bij het ene vak meer dan bij het andere. Ik heb het geluk gehad dat toen ik Nederlands studeerde, had waarschijnlijk dat instituut net een mooie schaal. Het was nog overzichtelijk genoeg. En daardoor kreeg het... En er stonden goede mensen. Van die villa. Precies. Ja, ja als kantoor misschien niet zo bar geschikt. Het was gewoon een oud woonhuis wat nu betrokken was door een afdeling van de universiteit. Maar je had wel een sterk... groepsgevoel daar. En ik had het geluk dat daar toen hele goede docenten stonden. Want zo'n stolp kan natuurlijk ook heel averechts werken als je de pech hebt dat er de verkeerde lui zitten. En dat is nog iets anders wat mijn ervaring me toch wel heeft geleerd. Wat ooit iemand ook citeerde, kwaliteit trekt kwaliteit aan en middelmaat. Mm-hmm. Ook geen fijne waarheid, maar wel vaak relevant, denk ik. Maar wat mankeert er dan nu aan in jouw optiek? Nou, dat is niet altijd. Er gebeuren nog steeds fantastische over studenten dingen. Eigenlijk toch wel enthousiast. Hè? Ja. Dat zijn wel anders. Maar, ja, dat klopt. Ik heb ook eigenlijk nog niet zo horen zeggen van dat daar minder talent zou zitten dan in onze tijd. Dat is geloof ik ook helemaal niet zo. Ik denk wel dat talent voor een deel wat anders is gericht. Waardoor bijvoorbeeld ook wat minder mensen Nederlands gaan studeren. Minder mensen? Ja, zeer veel minder mensen. Zeer veel minder mensen. En dat vind ik natuurlijk jammer. Maar ik kan het ook nog wel weer een beetje begrijpen. Laat ik zo zeggen, mijn generatie was het boek en literatuur toch het venster op de wereld. Mm-hmm. Hè? Voor hoeveel, ook weer even terzijde, voor hoeveel homoseksuelen in Nederland is de bevrijding niet ook gekomen door Gerard Reven? Zeker. Hè? Ja, ook door Albert Mol. Die ook daar een hele grote rol in heeft gespeeld trouwens. Daar wil ik helemaal niet laatdunkend over doen. Maar Gerard Reven, dat hij dat durfde benoemen. Voor hoeveel protestanten is Maarten het Hart niet een dergelijke figuur geweest? Nou, ga zo maar door. Dus ik denk in die mate is vandaag de dag literatuur niet meer het venster op de wereld. Kan nog wel soms en er zijn nog altijd interessante schrijvers. Maar de film, het cabaret en überhaupt... De media hebben natuurlijk zo'n geëngageerde rol je politieke bewustzijn, je sociale gevoel, dat hoef je niet meer uit boeken te halen per se. De makkelijkste vergelijking is een beetje te huiselijk misschien, maar als je nou in mijn tijd wat wilde weten van het oude Egypte, dan was daar maar één manier voor. Dan moest je een boek uit de bibliotheek halen en stonden plaatjes in van piramides. Als je geluk had in kleur. Maar meestal in zwart-wit. Nu, Discovery Channel, continu. De meest fantastische documentaires over de... Ja, daar kan een boek niet tegenop. Mm-hmm.
Dus alleen dat al. En dan zijn er nog wel een paar factoren te noemen. Maar dat heeft gewoon gemaakt dat misschien de Gerrit Komrij van nu, of de Frits van Oostel voor mijn part, die gaat misschien geen Nederlands meer studeren. Die gaat misschien een website bouwen. Of zo. Maar raak je dan niet ook dat idee van de leraar is de methode kwijt? Want het idee daarachter is toch uiteindelijk dat onderwijs, en dat is denk ik toch wel een makker van deze tijd. Onderwijs is natuurlijk ook een persoonlijke betrekking. Ja, dat is zeker waar. En de Gerrit Komrij en de Frits van Oostrom van vandaag de dag gaat nog altijd naar school. Want we hebben schoolplicht, leerplicht. Nou ja, die krijgt en laat er dan alsjeblieft een leraar staan of een lerares die precies, dat vak... Dit is toch ook nog een probleem van draagt. Maurice de Hond met zijn iPad-scholen. Dat was toch altijd... Je leert het van een iPad, maar heel snel bleek... Je leert het niet van een iPad. Niet alleen maar, nee. Intussen is het wel zo dat die iPad... natuurlijk ook wel de meest fantastische dingen kan binnenhalen. Ik bedoel, ik heb op Harvard lesgegeven als gasthoogleraar... tussen Leiden en Utrecht in, die twee grote periodes in mijn leven. Daar heb ik natuurlijk geweldige collega's... vaak op afstand gezien, hele andere vakgebieden... Die stonden daar college te geven. Zoals bijvoorbeeld, ik weet nog, ik kwam op Harvard... en toen informeerde ik zo van... stel nou eens dat ik zelf eens een college zou willen volgen... gewoon uit interesse om te kijken hoe het hier toe gaat. Wat moet ik dan volgen? Nou, toen zei de decaan of weet ik wie het was... Michael Sandel, Justice. Famous course. Hè? En inderdaad, ben ik naartoe gegaan... zaten 1000 studenten in dat theater. 1000. Ja. Niet van dat kinderachtige van een hoorcollege kan niks zijn. Tuurlijk kan een hoorcollege wat zijn. Ja. Als daar maar iemand staat die iets te vertellen heeft. En Sandel, misschien heb je hem wel eens gezien... dat is verder helemaal geen volksmanner of zo... maar ja, wel geweldig. En die cursus stond als een huis. En elk jaar waren daar 1000 studenten. Ja. Vandaag de dag kan je diezelfde cursus zelfs gefilmd... zoals we hier nu ook online, zitten, online vinden. Kijken. En met name aflevering 1 heeft 2 miljoen... of misschien is het inmiddels 5 miljoen kijkers. Aflevering 7 beduidend minder, hoor. Maar nog altijd aantallen die je in een normale collegezaal niet bij elkaar zit. Maar het doet toch niet af aan het idee... dat zal je zeker moet bevestigen iemand, dat iemand terugpraat. Absoluut. En er moet een makelaar zijn. Dat is ook heel belangrijk. Weet je, zoals meneer De Zoete dat voor mij was. Dat hij kon zeggen... Ik weet nog... Ja, dit is ook weer zo. Er is een verhaal uit de oude doos. Dat ik hield wel van lezen. En ik denk dat ik in de tweede zat, of zo, misschien in de derde. Dat ik hem een keer vertelde dat ik zo van Godfried Bomans hield. En ik weet nog wat hij zei, namelijk. Daar groei je nog wel overheen. Ja. Nou, vandaag de dag didactisch een doodzonde om zulke uitspraken te doen. En het is misschien ook een beetje flauw. En jij woont in Haarlem, dus jij hebt waarschijnlijk ook nog zwak voor dat Bomans. Godfried Bomans 100 meter van mij vandaan woont. En er staat een grote houten plak op het huis. Voilà. En dus, die had natuurlijk ook absoluut. Maar goed, toch even. Neem ik toch even voor meneer De Zoete op... dat hij mij op dat moment het gevoel gaf... oh, er is kennelijk nog wel iets meer dan Godfried Bomans. En die rol van die makelaar, dat hou ik ook heel vaak studenten voor... is ontzettend belangrijk. Dus dan vraag ik ook aan ze van... door wie ben jij eigenlijk gaan houden van Gustav Mahler of zo? Ik noem maar wat. Dus het geeft... komen op en een andere functie zijn, van... Maar laat dat vooral een leraar zijn. Maar dan komt op een andere functie van het onderwijs. Inderdaad ook richting geven. Ja. En jij hebt, ik meen in 2006... de kanon voor de geschiedenis gemaakt. Die geen kanon mocht heten, want dat was te veel richting. Hè? En dus werd het... En toen punt nu. Met die ik ben wel blij dat ze nu gezegd hebben... laten we het nou toch gewoon kanon noemen. Oh, het heet nu wel kanon. Nu heet het kanon van Nederland. Dus dat en toen punt nu, dat is nu gesneuveld. Toen wij het deden... Ja, dat was nog helemaal aan het begin van het proces. Het begrip kanon was ook nog niet zo bekend. Het was ook nog wel wat omstreden en zo. En ik... de NRC had als kop toen het verscheen... een kanon die geen wet wil zijn. Dat vond ik een prachtige typering. Wij waren dus inderdaad beducht. We wilden helemaal niet de positie innemen van... dit moeten jullie allemaal en zullen jullie allemaal. Maar dat was natuurlijk wel de discussie die eraan vooraf ging. Ja, enigszins. Marijnissen in de Tweede Kamer en... ook over toen het Nationaal Museum speelde in diezelfde tijd... Ja. Was toch de discussie, kinderen moeten vind wel ik, wat een weten. Heel relevante discussie. Nou, niet alleen dat, maar we moeten toch proberen het land
een soort gezamenlijkheid te geven. Ja, geven is niet het goede woord, maar... Te bieden, ja. Ja, te bieden. Ja, en, want als je alles... en wat anders dan de geschiedenis. Ja, en als je alles openlaat, wat ik natuurlijk als wetenschapper wel heel mooi vind. Hè, en natuurlijk zijn er ook hele onooglijke dingen in de geschiedenis gebeurd die ook weer heel fascinerend zijn. En als iemand daar mooi over schrijft of mooi over vertelt, dan val je als een blok. Ja. En dan hoeft het echt niet altijd dat vaste rijtje te zijn met Karel de Grote en Karel de Vijfde en Willem van Oranje en koning Willem I. Tuurlijk niet. Maar aan de andere kant, wij hebben heel bewust een kanon, dat was ook de opdracht trouwens, gemaakt voor alle Nederlanders. Alle Nederlanders. Ja, dus niet alleen... Ik weet nog dat Michael Zeeman zaliger nagedachten is. Toen het ding verscheen tegen mij, zei... Ja, het is heel mooi, dat vensterconcept wat jullie hebben bedacht. Het is heel, heel slim. Alleen 50 vensters. Ja, je hoort het hem zeggen. 500. Wat zeg ik? 5000 vensters. Weet je wel? Ja, oké. Okay. Tuurlijk, maar dan Michael. Heb je er niks meer aan. Nee, dan heb je er niks meer aan als je vervolgens hovenier wordt. Hè? Ja. Dan is het gekkigheid. Ja. Dus ik ben nog altijd blij met 50. En ook dat en toen.nu... Wat wij overigens niet bedacht hebben, dat kwam op een gegeven moment, iemand anders suggereerde ons dat. Dat vind ik ook nog altijd een mooie vondst. Dat je zegt, we gaan naar toen, dat is het belangrijkste. Mm-hmm. En dan, als we dat behandeld hebben, is toch wel de vraag, wat doen we daar nu mee? Mm-hmm. In die volgorde. Ja. Ook weer niet andersom. Liever niet zeggen van, wat vinden we nu belangrijk en dan gaan we daar eens een beetje geschiedenis bij zoeken. Maar goed. Maar het idee was uiteindelijk, hè, je kunt het zo liberaal maken als je wilt. Ja. Maar het idee was toch een zekere richting. Ja. En ik kan me nog herinneren, Wesseling helaas ook al overleden. Ik zou ontzettend geïnteresseerd zijn in wat hij nu zou vinden van de geschiedenisdiscussie. Ja. Ja. Maar die zei, we hadden toen zo'n oud paspoort, weet je nog wel, waar dus ook een soort kanon in stond. Ja, klopt. De overdruk. Ja. En hij zei, ja, al dat gedoe over het Nationaal Historisch Museum en wat wel en wat niet. We zijn het toch in grote lijnen wel eens. Ja. En ook hij schreef op jullie voorpagina, Volkskrant, toen de kanon verscheen. En nu nog een kanon van de wereldgeschiedenis. Hè? Dat was de kop bij jullie. Oké, dat weet ik. En Europa natuurlijk, waar zijn hart ook lag. Ja. Het is overigens ook wel weer veelzeggend dat die er nooit is gekomen. Want het is wel moeilijk om het eens te worden over een kanon van Europa. Ja, even als gedachte-experiment. Ik ben nooit in het museum in Brussel geweest. Nee. Maar ik geloof dat er een heel moeizame groep Dat is moeilijk. Dus Nederland is wat dat betreft dan ook weer over... Zelfs de kanon van Vlaanderen was natuurlijk al nog veel... Had jij ook gezegd dat de mensen waren die tegen jou zeiden... Nederland is het enige land waar dit nog kan. Ja, ik heb er internationaal wel eens wat over verteld. Een keer in Italië, een keer in Rusland, een keer in Amerika. Nou, men vond het altijd heel interessant. En dan werd heel vaak gezegd, toch knap van dat kleine landje van jullie, dat je dat maakt. Maar misschien omdat jullie zo'n klein landje zijn, is het ook nog te doen. Maar het was dus ook wel een soort teken van een zekere consensus nog. Op de hoofdlijnen. En dat vind ik met die kanon is een manier van kijken. Je zegt tegen een kenner, en dat kan ook met de natuur of met voetbal, weet ik het. Je zegt van, je schijnt daar alles van te weten, of in ieder geval heel veel. Ik weet er eigenlijk heel weinig van. Ik zou er wel iets meer van willen weten, maar natuurlijk niet alles. Ik heb nog meer te doen. Vertel mij nou, wat zijn nou de belangrijkste dingen? En natuurlijk is dat voor discussie vatbaar. En zeker onder kenners moet je iets overwinnen. En je geneert je ook bijna dat je dan met de voor de hand liggendste komt. Stel dat ik tegen iemand zeg, wat is nou een interessante klassieke componist? Ik weet niks van klassieke muziek. En dan zegt die grote gelauwerde kenner, nou, Bach en Mozart. Die geneert zich, want die denkt, dat weet de kruidenier ook. Ja, dat is niet origineel. Nee, is niet origineel. Dit keer niet Willem van Oranje erin. Maar mijn overtuiging is toch wel, Bach en Mozart zijn ook niet helemaal toevallig zo bovenin die kanon beland. Tegelijkertijd is die kanon toch wel min of meer omstreden geworden. We hebben in 2018 de herziening gehad. Ja, maar dat hadden wij meteen gezegd. Je moet eens in zoveel tijd ook kijken of je nog blij bent met de kanon zoals die is. Jawel, maar de kritiek kwam toen in de sfeer van, ja, het is toch een beetje een nationalistisch hoera-verhaal eigenlijk. Ja, maar dat is het oog van 2018. Ik zit hier. Ja, maar dat is zeg maar niet waar. In zekere zin is het nu, als je gaat doen alsof... het is niet een nationalistisch... Het is wel een nationaal verhaal. Je kiest bij geschiedenis altijd een observatiepunt.
wereldgeschiedenis. Ja, klinkt mooi, maar... En dan voor de basisschool, hè? Ja, wij maakten iets voor de basisschool. Dat moet je ook nog over hebben, dat het niet meer getoetst wordt in de basisschool. Maar in ieder geval Verhaal. De slavernij zit erin, Srebrenica zit erin. Het beeld was... Kolonia. Ja, maar dat beeld was, hè, want daar kwamen kamerleden mee. Die zeiden, ja, nou, er moeten meer zwarte bladzijden in. Nee. En, dat zei Medi van der Laan tegen onze commissie. En ze is op de wenken bediend. Hoewel wij niet dachten van we doen het voor Medi. Mm-hmm. Maar hoor je trouwens nooit meer wat over. Maar we hebben de slavernij is gewoon een venster in de kanon. Ja. Srebrenica is een venster. Het kolonialisme is een venster. Ja, Rembrandt ook. Klopt. En Anne Frank zou je ook een zwarte bladzijde kunnen noemen. Is toch niet alleen een hoera-verhaal. Zeker. Maar dus, ik weet, we hebben toen een interview gedaan voor de Volkshand. En daar zei jij, onderwijs in casu justi canon is tegenwoordig de arena waar de politiek zijn eigen gevechten uitvecht. Hè? Ja, en dan kom je op iets anders waar jij natuurlijk ook middenin hebt gezeten. Hoe werkt politiek? Ik heb altijd politieke interesse gehad. Ik ben nooit politiek actief geweest. Maar wel interesse gehad. En in die jaren, met name toen ik de KNW leidde... dan heb je ook wel veel te maken met op zijn minst met wetenschapsbeleid en universitair beleid. En een van de dingen die ik toen geleerd heb... dat is dat politiek in laatste instantie over politiek gaat. En dat is dan in Nederland ook partijpolitiek. Ik vind het overigens nu... En dit moet je wel even uitleggen. Ja. Want je bedoelt, die partijen willen zichzelf exponeren. Ja, ze schaken eigenlijk... En ik behoor niet tot degene die altijd de politiek van alles de schuld geven, hoor. Want dat lijkt me een heel moeilijk vak. Ja. Maar ze schaken op verschillende borden. Maar het werkt natuurlijk nog altijd zo dat... Ja, uiteindelijk, wat is de toets? We hadden het net over van hoe beoordeel je voor een wetenschapper goed is. Nou, politiek is nogal... Wie dus? Die moet de verkiezingen liefst winnen. Ja. Dat gaat langs de lijn van partijen. Dat betekent dat geen enkele politicus zich kan permitteren om te zeggen... ja, ik zit hier alleen maar voor het onderwijs. Maar met D66 of met CDA heb ik niks te maken. Ik zit hier zonder last of ruggespraak een beetje aan het onderwijs te sleutelen. Nou, dat kan je misschien helemaal in het begin zeggen. En ik vind bijvoorbeeld dat portefeuillehouders onderwijs... ik volg het nog steeds een beetje, in de Kamer... dat door de bank genomen eigenlijk heel redelijk doen. Die zijn echt nog wel met onderwijs bezig. Zeker. Maar als een zaak op een gegeven moment chefzagger wordt... ja, dan gaan er hele andere dingen spelen. Wat is goed voor onze partij? Hmm. En dat snap ik wel, want dat is hun vak... hun legitimiteit. En dat is natuurlijk van een totaal andere orde. En dan zal, imaginair voorbeeld... maar dan zal D66 a priori tegen een voorstel van de PvdA zijn... omdat het een andere partij is. Maar dat stemde jou toen ter tijd en 5 jaar geleden... toen dit dus allemaal speelde. Nou, Nationaal Historisch Museum was een goed voorbeeld trouwens. Ja. Ronald Plasterk was toen minister. Ja. Nou, die kwam uit de wetenschap... Het discussiepunt daar was natuurlijk de locatie. Dat hadden we, godzijdank, met de kanon niet gehad. Dat was gewoon een concept. Hè? Maar hier kon geld aan verdiend worden door de gemeente waar dat museum zou verrijzen. Ja. Dus daar was meteen een enorme heibel over. Er was nog totaal niet bedacht wat dat museum moest zijn. Maar het geld zou het in ieder geval gaan opleveren. Nou, het aanvankelijke idee was dat het misschien wel in Den Haag zou komen. En Plasterk met zo'n, ook een beetje de creativiteit en de narigheid van de wetenschapper, die zegt, nou, Arnhem vind ik eigenlijk wel een mooi idee. Ja. Dus die wijst het toe aan Arnhem. Ja. Vervolgens gaat het nog over de plaats in Arnhem. En daar kwam toen een beter idee. Nou, ik zal niet het hele verhaal oprakelen. Misschien doe ik het ooit nog eens in een boek, hoor. Want daar is wel een hele hoop gebeurd toen. En toen kwam er een andere locatie in Arnhem. En Ronald Plasterk, ja, ook een beetje in dat opzicht nog wel de wetenschapper. Die dacht, ja, dat is eigenlijk een beter idee. Klopt, gaan we dat doen? Nou, dat heeft hij geweten in de Kamer. Die werd meteen gepakt dat hij een draai had gemaakt... omdat hij van de ene plek in Arnhem naar de andere was verhuisd, imaginair gesproken. En die kreeg toen even te merken... dat partijpolitiek inderdaad iets heel anders is dan waar zetten we dat museum neer. Maar sindsdien, 2018, dus inmiddels ook weer 5 jaar geleden... is toch eigenlijk wel de hele geschiedenis enorm gepolitiseerd. Ja. Ja, en hoe kijk je daar tegenaan? Ja, met zorg. Want dat is toch wel een hele
Volgens wat jij nu net vertelt, hè, dat eigenlijk is dus nu de hele geschiedenis een politieke arena geworden van, ja. Van partijstrijd. Ja, maar niet, dat zijn niet alleen de politieke partijen, dat is ook de universiteit zelf. Zeker. En zelfs ook wel de historici zelf, of Nederlandse historici. Maar ja, dit danken we ook aan Amerika, denk ik. Daar is het wel heel erg begonnen. Überhaupt natuurlijk een land met veel meer polarisatie. Ja, vind ik ook gek. Dat is wel een iets andere schaal dan Nederland. Ja. Daar is op een gegeven moment de politisering of het besef dat er toch ook ideologie zat in de manier waarop we omgaan met geschiedenis. Dat is heel dominant geworden. Dat besef is als zodanig natuurlijk terecht. Hè? Ik ben daar niet naïef over. Nee, ik geloof ook niet in helemaal waardevrije wetenschap. Ik denk wel dat je een beetje je best kan doen om het niet al te gek te maken. Maar helemaal waardevrij zal het nooit zijn. En zeker een vak als geschiedenis. Vroeger hadden we de verzuilde geschiedschrijving. Hè, de geschiedenis van het katholicisme door Rogier. Het is altijd een soort mobiliserende functie gehad. Dat absoluut. Kun je niet ontkennen. Absoluut. En dat is niet te vermijden. En het is misschien ook helemaal niet zo erg. En als iemand zich daar zelf van bewust is en daar op een fatsoenlijke manier mee omgaat, hoeft daar ook geen bloed over te vloeien. En er is gelukkig ook altijd een andere historicus die daar wat tegenover zal stellen. En dan mag jij als lezer uitmaken wat je voorkeur heeft. Dus zo is het ongeveer dat het werkt. Ja, wat mij wel verbaast, het even tussen haakjes, want niet alleen ik zat in Frankrijk voor de Volkskrant, daar had je toen al La Guerre de Mémoire. Ja. We spreken nu La Guerre. La Guerre en de Amerikanen altijd War On. Ja, War On. En dat vinden zij bijna een aanbeveling. Ja. Ja, het is, maar ik vond toen, dit speelde dus 25 jaar geleden al in Frankrijk, La Guerre de Mémoire. Dus ik heb toen al stukjes geschreven, nou jongens, wacht maar af, want dit gaat natuurlijk in Nederland gebeuren. Nou, daar heb je gelijk. En wij zijn vrij lang daar, naar mijn smaak, vrij naïef in geweest. En vervolgens is het toch wel heel snel gegaan. Ja. Nou ja, eigenlijk alle. Nederland heeft ook niet echt surrealistische literatuur, om maar eens wat te noemen. Of dat extreme dadaïsme of zo. Dus Nederland is überhaupt natuurlijk wel het land van enige demping van heftige emoties. Ik heb Slauerhof, net de biografie van de stijl van Doesburg gelezen. Okay. Dat was stevige. Maar die ging naar Parijs. Voor alles naar Parijs. Ja. Nee, natuurlijk. Maar Nederland is natuurlijk toch wel inderdaad wat gematigder, wat gezapiger. En daarom vinden sommige schrijvers het hier ook verschrikkelijk. En dan gaan ze weer weg. En andere kunstenaars. Want, maar dat kun je nu niet meer zeggen. Nee, het is scherper geworden. Het is enorm scherp geworden. Dat en klopt. Inclusief die excuses. Ja, dat is een enorme aandrang om. Ja, ook bijna tot een soort harakiri toe. Terwijl je ook zou kunnen aanvaarden. Ja, het is gek dat ik dat dan weer met de Reinhard associeer. Daar kun je al lezen. De mens is zwak en vuilbaar. Hè? Ja. En dat wil niet zeggen dat je alles moet goed praten. Natuurlijk niet. Maar je moet juist die fouten onder ogen zien. En je moet ze in ieder geval niet gaan wegpoetsen of verzwijgen. Of ik vind het niet erg als men bij een standbeeld van Jan Pieterszoon Koen een plaatje maakt van daar denken we inmiddels anders over. Dat is zelfs heel verstandig waarschijnlijk. Maar excuses verondersteld, zeker als je het hebt over Koen of ver, eigenlijk dat Reinhard vandaag is. En dat er dus niet meer een verschil is tussen wat er in de geschiedenis gebeurde en wat er nu gebeurt. Ja, en ik denk er ook altijd bij die dingen, hoe gaat men over 100 jaar over ons denken? Hè? Want ik weet heus wel dat de slavernij is afgeschaft. En afschuwelijk natuurlijk. Maar die mensen die nu werken in die distributiecentra van Amazon en zo. Oké, die zijn geen slaaf in de zin dat ze persoonlijk eigendom zijn van iemand anders. Hè? Mm-hmm. Godzijdank niet. Ja. Maar laatst las ik nog weer in een Amerikaans blad dat er bezorgers zijn die onderweg in zo'n busje plassen in een fles, omdat ze dan geen tijd verliezen. Nou, jongen, zeg. Oké, slavernij in de oude zijn is het niet, maar laten we nou niet doen. En altijd dat, want dan ben ik ook geneigd om het natuurlijk voor het verleden op te nemen, wat ik in het algemeen wel doe, misschien zelfs iets te veel. Dat besef ik wel, hoor, misschien. Wat bedoel je, iets te veel? Dat ik iets te ik heb natuurlijk nooit genocides verdedigd. Maar laat ik zo zeggen, die schrijvers, ja, die hebben er ook niet om gevraagd om door mij geëxegeerd te worden. En ik zal dus me wel 3 keer bedenken voordat ik iets onaardigs over ze zeg.
Ik vind dat ik in de eerste instantie moet proberen om hen te begrijpen. Maar dat geldt ook voor de vos. Ja. Want hè, een uitgesproken slechterik. Ja. Gemengd. Hè? Hij is wel heel intelligent. Hij is heel geestig. Nou ja, hij heeft het goed voor met zijn gezin. Maar hij is maar boosaardig. Maar als je het achter elkaar zet... Dat heb ik dan ook geschreven. Je hebt ook geschreven dat de recentste uitgaven voor kinderen... allemaal gekuist zijn, omdat dieren zielen dat niet meer aankunnen. Ja, daar wordt ook mee gespot in die editie van Koos Meinerts, maar dat doen ze. En dat kan ik dan ook wel weer begrijpen. Ik bedoel, als je voor een kind van 6 de Reinhard gaat navertellen... dan snap ik wel dat je niet alle bloederigheden misschien... Roald Dahl, die komt wat van. Nou ja, daar wordt dan ook een sensitivity reader inmiddels op afgezien. Ja, maar goed, daar zijn wij het toch niet mee eens. Nee, dat daar... juist de Reinhard heeft wel een traditie van licht gekuiste uitgaven. En zolang je niet doet alsof dat de authentieke Reinhard is... kan ik dat ook nog wel weer een beetje accepteren. Maar zijn we inmiddels in het omgekeerde beland... want de scène die nu het meest op de middelbare school wordt behandeld... is de scène waarbij de pastoor een bal krijgt afgebeten. En dat is vet lachen natuurlijk. En dat is ook wel weer een beetje de andere kant. Een beetje goedkoop succes. De scène die vroeger altijd gekuist werd... die is tegenwoordig de beroemdste scène uit de Reinhard geworden. Een collega van mij heeft zich er ook over geërgerd. Een hele goede Reinhardist. Dat het enige wat studenten Nederlands van de Reinhard weten is die scène. Alsof dat nou de allerbelangrijkste. Ik heb kleinkinderen en wij hadden laatst het verhaal van Roald Dahl voorgelezen. Niet zelf, maar op een bandje van, hoe heet die jongen ook weer, van Atheneum Boekhandel. Die dat zo ontzettend, Yang Meng. Oh, oké. Okay. Die kon waanzinnig goed voorlezen. Okay. Nou, die heeft een aantal van die boeken voorgelezen. En die las toen ook Roald Dahl zijn verhaal over de vos. Ja. Huh? Fantastic Mr. Fox. Nou, dat ging er toch ook stevig aan toe. Maar die is niet zo wreed als Reinhard, uiteindelijk. Nee. Hij neemt die boeren de hele tijd te grazen natuurlijk. Ja, hij neemt die boeren, Maar Reinhard gaat heel ver. Hè? Ja, met name in het slot van het verhaal, waar dus alleen de Middel-Nederlandse dichter heeft dat gedaan. Er zijn veel meer Reinhard-verhalen uit de middeleeuwen, maar niemand heeft dat gedaan. Waarbij Reinhard zijn... dan heeft hij gratie gekregen van koning Nobel. Hij is vrij om te vertrekken. Ja. En dan grijpt hij toch nog even de kans om de tegenstanders, die inmiddels geheel uit de gratie liggen, ook nog te laten martelen. Hè? En dan gaat hij daar ook nog naast staan om ze zogenaamd te troosten. Dat is echt heel sadistisch. Het is ook om te lachen. Dus ja, je schrikt van jezelf dat je erom lacht. Waarom? Leedvermaak. Leedvermaak is het beste. Het is een complexe figuur. Yeah. En dat maakt het dan, denk ik, ook wel tot echte grote literatuur. Dat je daar... Ik heb ooit in mijn jeugd, vroegere jaren in het vak, een boekje geschreven... waarin ik heel erg verdedigde dat Reinhard een heel negatieve figuur was. Maar inmiddels zie ik toch veel meer... Ja, het is een gemengd beeld. Het is een hele complexe hoofdfiguur. Zoals ook Richard III dat is. Of Hannibal Lecter. Of zo. Een boek wat ik nauwelijks kon uitlezen. Ik weet dat ik het een keer op vakantie bij me. Het was het enige boek wat ik nog te lezen had. Dus ik heb maar uitgelezen. Maar met een verschrikkelijke walging. En zo komen we op het onderwerp woke aan de universiteit. Waar ik het nog even over daar van die verzachting. Die Als je volwassen bent, moet je wel tegen een stootje kunnen, zou ik zeggen. Ja. Als je een opleiding volgt en als je literatuur studeert. Nou ja, zo'n voorbeeld als nog niet zo lang geleden in Amerika... een hoogleraar literatuurwetenschap geeft college over James Baldwin. Nou, dat is toch een mooie keuze. Een zwarte schrijver, een hele goede schrijver, een homoseksuele schrijver, openlijk. Ook nog. Oh, dat wist ik niet. Nou, kortom, dat is toch een progressieve keuze. Ja. En hij behandelt die en hij leest daar een fragment uit voor. Daar komt het woord negro in voor. Ja, dat gebruikt de Baldwin nou eenmaal. Dan zit er één iemand in de zaal die voelt zich niet veilig. En verdomd, die vent is geschorst. Ja. Geschorst. Ja, dan ben je toch ver. En ik moet zeggen, nog deze dagen... Ik kreeg
een uitnodiging voor een symposium van... Er is tegenwoordig een stichting Academisch Erfgoed. Op zich heel interessant. Die zich dus bekommert om... En de universiteiten doen dat wel per stuk. Maar nu hebben ze dat meer gebundeld. De spullen van de universiteiten. De nalatenschap van bepaalde hoogleraren. Oude apparaten. Nou, je hebt overal van die universiteitsmusea. Die zitten hier eigenlijk aan vast. Die krijgen dan binnenkort een symposium. Ook over de vraag... zitten er in de universiteitsgeschiedenis ook nog zwarte bladzijden die we eigenlijk vergeten zijn en zo? Nou, dat is natuurlijk zinnig om het daarover te hebben. En dit is aan de Universiteit van Nijmegen, een mij zeer sympathieke universiteit. En daar staat aan het slot, als een soort bijna verklaring... De Universiteit van Nijmegen is voornemens of heeft besloten... om in de senaatzaal of aula, weet ik het... De portretten van eerdere rectores magnifici weg te halen... en te vervangen door een kunstwerk wat meer uitdrukt de bijdrage van vrouwen aan de universiteit. Ja, dat lees ik dan toch echt met enige deernis. Dan denk ik, waarom zou je nou die portretten van die rector... Ik heb die portretten in Nijmegen wel gezien. Ja, dat zijn allemaal een beetje van die katholieke hoofden enzovoort. Ja, het is niet anders, nee, jongens. Nee, het is niet anders. En dit schrijven ze nu net op het moment dat in Nijmegen de eerste vrouwelijke rector aantreedt. Ik zou zeggen, wees blij. Er komt zo'n rij portretten en inderdaad komt daar nu José Sanders bij het hangen. Zo is de geschiedenis gegaan. Let's face it. In plaats van toedekken. Bovendien een kansloze onderneming. Je kan toch niet je hele geschiedenis gaan wegpoetsen? Of... Nou ja, goed. Wat is de verklaring dat dat juist aan die universiteit... We hebben natuurlijk meer voorbeelden in Nederland. Dat schilderij in Leiden van hier ook, rokende witte mannen. Ja, heel mooi schilderij. Ik heb het heel vaak gezien. Ja. Ook een schilderij met enige spot over die mannen. Die worden daar echt niet als maar mensen willen daar dus niet mee geconfronteerd worden. Of althans... Nou ja, dit sommige dan, mensen, hè, want ja, maar inderdaad, ja, maar daar wordt heel snel aan tegemoet gekomen. Ja, hadden ze niet moeten doen, natuurlijk. Het enorme conformisme wat dat betreft. Niet moeten doen. En je denkt, ja, zo'n universiteit, jongens, de conformisme hoort niet bij een universiteit. Nee, dat klopt. Dus dat is ook heel erg jammer. En ik hoop ook, en dan heb je ook sterke bestuurders nodig... Ja. Die op zo'n moment zeggen, ja, zo het was doen. Het nou eenmaal. Ja. En Dolf Cohen die daarop staat en Jan-Karel Gevers. Dat zijn hele belangrijke mensen geweest voor deze universiteit. Oké, die rookte sigaren. Ja, ja. Dat doen we nu niet meer. Maar ja, ongelooflijk. Hoe komt dat? Mijn ervaring is ook dat die universiteitsbestuurders geen... hele dappere mensen zijn, ook niet soms, op het gebied van... Soms niet. Op het gebied waar jij je ook voor hebt sterk gemaakt, de Nederlandse voertaal. Ja, de ontgroeningen, zullen we nog eens wat noemen. Ontgroeningen. Oh ja, nou. Toen ik president KNW was, dan werd ik ook wel eens aangesproken door gewoon vrienden uit de omgeving of zo. Die hadden dan kinderen, die gingen studeren en ik zal het nooit vergeten. Toen zei een moeder tegen mij van, joh, jij zit helemaal in die universitaire wereld. Onze dochter is nu in Amsterdam gaan studeren, is lid van het koor geworden. Die verhalen van die ontgroeningen, het is afschuwelijk. En we hebben dit en dat. En zij was niet mishandeld, maar het waren een serie vernederingen geweest. Nou, werkelijk. Nou, ik kwam toen kwalitate qua geregeld bij de rectoren, het rectorenoverleg. En ik weet nog dat ik dat heb aangesneden. Van, moeten we daar niet iets aan doen? Dit is toch schandelijk? Dit is inderdaad de enige vergelijking met kampmethode dringt zich op. Mm-hmm. Hè? En dit brengt slechte dingen in bepaalde mensen boven enzovoort. En ik weet nog dat ze toen in het begin zeiden, ja, je hebt helemaal gelijk. Maar we kunnen er niks aan doen. Ik zei, nou, jullie subsidiëren die verenigingen toch. Dan kan je misschien, doe het dan via de geldkraan. Daar werken we altijd mee. Nou ja. Dat lag toen nog heel moeilijk. Geleidelijk aan, er zijn zoveel schandalen naar buiten gekomen. Nu wordt er hier en daar toch echt wel opgetreden. En dat Vindicat in Groningen is een paar keer... het gaat nog altijd veel te langzaam. Ja. En elke keer zijn er weer excessen. Het is moeilijk. Die verenigingen die schermen zich natuurlijk ook verschrikkelijk af. En dan ligt het ook weer aan de besturen van die verenigingen. Ja. Iets met, sorry? Nou, als universiteitsbestuur begint het met iets te willen. En bij al die dingen, ook voortaan Nederlands, lijkt het wel alsof het enige is wat zij zien
Ja, we moeten de studentenaantal op peil houden. Want zonder twijfel speelde dat met die... Er speelde een financieel argument bij die studentenaantallen. En hier, ja, die verenigingen hebben natuurlijk ook een vrijheid. Dat is op zichzelf goed. En die hebben hun eigen rechtspraak. Daar gaan ze altijd heel erg prat op. Maar ik sprak ook weer een universiteit... Ik ken ook universiteitsbestuurders die wel stelling nemen. Ja. Moed is een schaars artikel. Ja. En toch ook wel het gevoel van verantwoordelijkheid van zo'n universiteit ten opzichte van je eigen samenleving. Hè? Je hebt je ingezet voor het Nederlands als voertaal en je hebt er keurig bijgezet. Voor mij was het makkelijk, want het is nou eenmaal mijn vak. Ja. Maar het gros van die studenten komt in functies in Nederland terecht, in een Nederlandse context. Tegelijkertijd geeft het enorme problemen, de aantallen die nu in Nederland komen wat betreft huisvesting, nou, you name it, iedereen kan het bedenken. En toch is er zo'n merkwaardige terughouding die dan ook nog eens min of meer filosofisch wordt onderbouwd, hè, met het verhaal van... Gemengde klassen, en dat is ook zo, hè. Dus ik ben er zelf ook wel weer een beetje gemengd over. Natuurlijk kan een classroom met verschillende achtergronden... kan een verrijking zijn. Je kunt toch gewoon Nederlands leren? Ja. Van mij mag is elke Italiaan welkom, maar laat ik Nederlands leren. Ja. Niet bij jou aanschuiven. Het is zo, nu gelukkig... Zo gaat het in alle andere landen overigens. Kijk, discussies over onderwijs, waarschijnlijk overal, maar zeker in Nederland, zijn heel vaak slingerbewegingen toch. En het goede nieuws is dat mensen zo lang in het onderwijs zitten dat ze waarschijnlijk van beide uitslagen wel een klap meekrijgen. En we hebben dus een tijdje gehad. Dat is een beetje groggy. Dat wil je natuurlijk altijd heel graag. Wankel je naar het midden waar Nederland zich wel bij voelt. Ja. Want wij zijn het land van het hoogwaardige midden. Ja. Dat is toch zo, Martin? Ja. Nou, dit lijkt me meteen een mooie afsluiting, want we zijn al over dat uur heen. Okay. Frits, mag ik je ontzettend bedanken voor een heel leuk gesprek. Ja. En ik beveel al die duizenden kijkers vooral dit fantastische boek uit. Ja, dankjewel. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.